Hij komt er weer aan. Misschien wel de beroerdste week van het jaar. En dat komt omdat de klok een uur wordt verschoven. De wetenschappelijke onderzoeken liegen er niet om. Meer verkeersongelukken, een grotere kans op een hartaanval en een verminderd prestatievermogen. Onderzoek na onderzoek laat zien dat het voor- of achteruitzetten van de klok ernstige gevolgen heeft. Toegegeven, die studies zijn niet allemaal even breed en trekken wel hele stevige conclusies. Maar de negatieve gevolgen van de zomer- en wintertijd komen zo vaak bovendrijven dat je je af kunt vragen waarom we dit systeem überhaupt nog hebben. Het lijkt zo weinig, een uurtje. Maar je biologische klok raakt zodanig in de war dat je binnen een week een slaaptekort oploopt. En dat zorgt bij veel mensen voor lagere productiviteit en een verslechterde gemoedstoestand. Sommige wetenschappers gaan nog verder. Britse onderzoekers telden in 2014 dat het geluksniveau merkbaar daalt in de eerste week van de wintertijd. En doordat het eerder donker wordt, heb je bovendien een grotere kans op een ongeluk in de avondspits. Als je dat al vervelend vindt, in de zomer wordt het nog veel erger. Door het slaaptekort dat je dan oploopt, heb je in de eerste week na het verzetten van de klok een grotere kans op een hartinfarct of een ongeluk op de werkvloer. En ook als je in het verdachte bankje zit, heb je pech. Want een slaperige rechter deelt zwaardere straffen uit. Zo toonden twee Amerikaanse gedragswetenschappers dit jaar aan in het blad Psychological Science. Dus waarom doen we dit dan eigenlijk allemaal? Om energie te besparen. Althans, zo dachten ze in 1977, bij de herinvoering van de wintertijd. Omdat het 's avonds langer licht zou zijn, zou het energieverbruik dalen. Maar ook dat valt in werkelijkheid tegen. Er zijn wel onderzoeken die een kleine besparing laten zien, maar daar staan andere onderzoeken tegenover die laten zien dat het energieverbruik in sommige landen juist toeneemt. Lampen branden dan misschien minder, kachel en airconditioning staan juist langer aan. Daar hoeven we het dus niet voor te doen. Geen wonder dat het Europees Parlement er vanaf wil. Maar voor de EU-lidstaten overstag gaan, zijn we zomaar 2 jaar verder. Dus slaap zacht dit weekend en pas een beetje extra op. Yeah!